Het nieuw minimumuurloon wordt per 1 april vastgesteld, zei minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken vandaag voor aanvang van de ministerraad. De Nationale Assemblée nam op 29 februari jongstleden de wet minimumloon aan. De wet heeft tot doel om het minimumloonmechanisme te verbeteren door enkele aanpassingen te plegen, waardoor er een model wordt gecreëerd dat beter aansluit op de behoeften van zowel de werknemers als de werkgevers. Het onderwerp stond vandaag op de agenda van de regeringsraad. Wel, de wetswijziging die wordt hoogstwaarschijnlijk deze week gepubliceerd. En dat betekent dat de weg dan vrij is om per 1 april een nieuw minimum uurloon vast te stellen. Vandaag in de regeringsraad gaan we even daarover praten. Dus target date is 1 april. En dat is geen april mop hoor. Dus. Yeah. De loonraad heeft voorgesteld 49 gulden en 12 centen. Dus dat advies wordt overgenomen. Minimumloon, zoals voorgesteld, is gebaseerd op de vastgestelde armoedegrens van 7.936 gulden. McAndrew geeft aan dat het bedrijfsleven een vertegenwoordiger in de Nationale Loonraad had toen er onderhandelingen gaande waren over het bedrag. Het minimumuurloon wordt steeds vastgesteld op basis van de armoedegrens 2023. Voor het laatst werd de armoedegrens door de regeringsraad vastgesteld op 7.396 SRD voor volwassenen.